Hey, hoi. Deze dag zou eigenlijk een vlog worden van. Ik heb mijn vijfde kuur eigenlijk beter doorstaan dan alle andere kuren die ik maar kon hebben. Normaal zit ik deze week er echt helemaal finaal doorheen, maar het ging eigenlijk wel goed. Ik heb enorm veel geslapen en ben er zonder al te veel kleerscheuren uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal maar juppie was. Maar vanmorgen, oh, wat een fucking klote dag heb ik. Alles is me te veel, alles is moeilijk. Ik huil. Ik baal van mezelf. Het is gewoon een één grote kadag. En ja, ik ben niet zo'n iemand die het huilen laat zien aan een ander. Dus dat zullen jullie waarschijnlijk nu niet zien en nooit niet zien. Maar jongen, 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 wat kan een mens het moeilijk hebben met zichzelf? Ik zit op een punt waar ik beslissingen moet nemen en ik baal van mezelf dat ik zo meegegaan ben in de flow. In de flow van wat van de ene op de andere uitslag. En dan maar dacht, oké, nou, dan stellen we het maar bij. Ik ben gelukkig, godzijdank, op het goede moment aan de handrem gaan trekken. En nu aan het bekijken van hoe gaan we nu eigenlijk verder? Wat is voor mij de juiste behandeling? En met wie wil ik verder? Het is potverdomme mijn lichaam en ik heb maar één lichaam. Maar die chemo die maakt zoveel kapot. Je hele hersenpan functioneert gewoon niet meer. Je bent zo moe, je bent gewoon te moe om te denken. En dan gebeuren er dingen en dan ga je maar achterover hangen en dan denk je, nou goed, als ze het zeggen, dan zal het zo wel zijn. Maar nee, het is gewoon gebleken dat dat niet zo is. Je moet gewoon constant opletten. Opletten of het past bij jou wat er gebeurt en of het goed is wat er gebeurt. En gelukkig belde maandag mijn huisarts. En dat was precies op het goede moment. En we hebben een behoorlijke tijd aan de telefoon in gesprek gehangen. Ze is een vrouw. En zij heeft gezegd, Marion, luister heel goed. Luister gewoon heel goed naar jezelf. En kijk welke weg de jouwe is. Nou, dat zijn we gaan doen deze week. En lichamelijk liet het me dat ook toe. Ik was niet zo ziek als anders. Ik had niet zoveel van die klachten waardoor ik uitgeschakeld werd. Alleen de moeheid was gewoon op en top, maar de rest konden we gewoon allemaal volbrengen. Tot ik eigenlijk wel het punt bereikt heb van dat ik denk van nou, tot hier en niet verder. En toen ging vanmorgen toch even de man met het hamertje langskomen. En dan word je toch wel soms onredelijk of je valt over dingen die je denkt, ja, moet je daar nou over vallen? Maar goed, ik denk dat het wel allemaal goed gaat komen. En dat ik zeer zeker ga vechten dat wat ik versta, dat ook in ieder geval rekening mee gehouden gaat worden. Dus het wordt vervolgd. Houdoe.